staan hier voor een vluchtelingenkamp in Noord-Thailand. Dat hier al 10 jaar is met Burmezen. En je zou denken, nu de situatie beter is in Burma, kunnen ze wel terug. Maar daar is absoluut geen sprake van. It's very difficult for us in the West to understand why you stay here, because everything is going better in Burma. So why don't you go back to your home? The president of Burma, he would like to change, but they are still hardliners and they don't want to change. So it will take a long time to change. And I think that after the general election in 2015, after that, then we might be able to return. De Burmezen die hier naartoe gevlucht zijn en hier dus al 10 jaar wonen in het noorden van Thailand, hebben geen papieren, dus ze kunnen geen kant uit. Ze kunnen niet in Thailand werken, ze kunnen Thailand niet in, maar ze kunnen ook niet terug naar Burma. Ze hebben geen vaste huizen, want die mogen ze in Thailand niet bouwen. Why didn't you go, for instance, to Bangkok to earn money or to Chiang Mai or even to go outside the camp? It's not legally. So you have to stay here all the time. Yes, but we. But why do you live on? We do go outside the camp. But it's not legal. We do go not legally, yeah. Because we need to earn and the money for our own use and for our kids. Yeah. So we do go. As an orphan, you come from a foreign country and you come here in the camp. Yes. You must have terrible difficulties. How they do react to the fact that they don't have parents, they don't have future? One kid, Sanum, because he doesn't have parents, right? He did a song and then she seemed to be crying quiet like this and upset. Yeah. And how do you comfort those kids? I'm trying to be with them and trying to have like a warm family like that. Yeah. I would tell them, these are your family, your big family, like that. Yeah. And if I said it, it's some smile. And then if you have any problems or challenging, you can come and ask me for help. Eigenlijk zijn de mensen die hier al 10 jaar lang wonen, niemand. Ze zijn niet Burmees, ze zijn niet Thais, ze zijn helemaal niks, want ze hebben geen papieren. En dat de ouders hebben moeten vluchten heeft ook grote gevolgen voor de kinderen. So what's your name? My name is Kamlo. Okay, Kamlo. And what do you want to become? I want to be a teacher. A teacher? Yes. Why that? Because I like children and I want to teach the children. Very good. So after this school you have to go to another school. University school. Oké. Nou, Kamlo zal het een beetje moeilijk krijgen, want ze kan niet naar de universiteit. Ze heeft namelijk geen papieren en ze komt uit een vluchtelingenkamp. En daarom heeft ze hulp nodig.